Het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid, dat onder het ministerie van Justitie en Politie resorteert, heeft een stakeholdersmeeting gehouden. Ze deed dat in het kader van de aanpak van huiselijk geweld. De meeting is op maandag 18 juli in samenwerking met de United Nations Population Fund georganiseerd in het Lalaroek-gebouw. De opkomst en participatie waren redelijk tot goed te noemen, meldt de publiciteitsdienst van het ministerie. De stakeholdersmeeting had als doel te discussiëren over het concept van het standaard registratieformulier huiselijk geweld. De waarnemend directeur van JUSPOL, Humphrey Chinlipshi, heeft de opening verricht, waarna twee korte inleidingen volgden. Een vertegenwoordiger van de UNFPA had het over het belang van dataverzameling en de tweede inleider was de consultant die het project uitvoert in zaken het concept van het registratieformulier. Hierna hebben de participanten in twee werkgroepen het conceptformulier bediscussieerd en aan het einde hebben zij per groep hun bevindingen gepresenteerd.